Bij ons aan tafel, Rob Steenbergen, hallo, welkom. Ja, dankjewel. Hoe trots is een vader op zijn dochter? Nou, heel trots. Heel trots. Jij, nou, ik heb net in het introotje al een beetje gezegd, ja, hè? Je bent vader van Quinta Steenbergen. Ja. En ze stond afgelopen oktober in de finale tegen Rusland. Ja. Helaas verloren. Ja. Maar wat mij opviel die dag, ik zit er niet heel erg in het hele volleybal gebeuren, nee. Maar vanaf die dag wel. Want in Heelschagen was er geen scherm die niet op oranje stond. Nee, dat klopt. Ja. Hoe hebben jullie die dag? Want jullie waren erbij, of niet? Ja, we zeggen binnen onze familie, ik word doodgeschoten als ik er niet ben. Dus we waren met ons hele gezin erbij. Dus als vader van een speelster of familie van een speelster krijg je natuurlijk privileges. Dus je zit met al de ouders van al die, die speelsters zit je op de tribune. En ja, weet je, je kent elkaar al zo lang. Quint is, het is 30 jaar. Ik bedoel, loopt aan het einde van de carrière. En dat ze dit nog meemaakt, heeft ook te maken met het karakter wat onze dochter heeft. Het is de jongste van ons gezin. De vijfde, dus ze heeft, als jong is ze gescout. Ze is eigenlijk laat gaan volleyballen, ik was zelf voorzitter van Polisport. Nou ja, uiteraard gaan de dochters dan lekker volleyballen met pa, dus zijn vereniging. En had ze snel een atletisch vermogen en ze is gescout. Peter van der Grol, dat is natuurlijk ook wel bekend bij jullie, dat was onze jeugdleider en die heeft haar eigenlijk met nog een meisje op het pad gezet. Hoe oud was ze toen? Toen was het 12 jaar dat ze begon met volleybal en ze was 14 dat ze echt gescout werd voor de trajecten door het volleybal heen. Dat houdt wel wat in, denk ik, voor het gezin, want dat is niet alleen maar meer in Schagen volleyballen. Dat klopt. Ik heb nog even geprobeerd dat ze bij Paulusport zou kunnen blijven, maar er werd al heel snel gezegd, ze moet dan een betere vereniging, niet een betere vereniging, maar een vereniging die hoger speelt. Maar dat was toen even Dinto. Daar heeft ze een jaartje gespeeld en toen is ze al heel snel naar ANVJ gegaan in Amstelveen. Dus die bestaan allemaal niet meer, maar goed, dat was toen... Amstelveen is net volleybal. Ja, dat was een heel volleybal. Bankklasmodel. Ja, in Bankras is ze ook gescout, dat is wel heel leuk. Van daaruit is ze dan deed ze ook nog de opleiding van, eerst deed ze het Atheneum, maar toen is ze teruggegaan naar de HAVO. En op het Willem Blauw heeft ze toen gestudeerd. Oh, ja. Dat was die topvolleybal school. En reisden ze van Alkmaar naar Amstelveen toen met de trein. En wij als ouders vonden dat allemaal toch normaal. Ja, wij waren gewoon thuis en zij regelden het allemaal. Toen we eens een keer zelf naar de Bankrashal toe moesten rijden, omdat ze daar volleybal. We waren ook met de tram. En toen moesten we dat stuk wandelen en toen zeiden we mevrouw en ik tegen me, jeetje, Mien heeft het arme kind constant met die sporttas in die boeken, constant heen en weer moeten wandelen. Toen zij wel 18 was, kreeg ze een auto en toen ging het automatisch verder. En eigenlijk is ze, toen kwam ze in Jong Oranje ook terecht. En dan heb je heel veel, dat ze toernooien spelen in het, een beetje in Europa, noem ik het maar even. In Zweden, vaak in de vakantieperiodes. En daar koppelden wij altijd vakanties aan. Dus we zaten met al die mensen, al die ouders, zaten we dan op de camping in Zweden. Of we zaten in Zagreb. Het hele gezin ging dan mee? Onze kinderen, die waren toen al zo langzamerhand toch wel een beetje het huis uit. Dus omdat Quinten de jongste is, hoogstens kwam Anouk, onze oudste dochter, die kwam af en toe nog wel eens overvliegen. En dan gingen we met z'n Dus het is voor jullie op zich wel fijn dat je geen keuzes hoeft te maken? Dat is ook zo. En toen heeft ze, was het de periode van 2008, toen had je echt de situatie dat volleybal de route naar Beijing ging, onder Avital Zelingen. En daar werd echt de keuze gemaakt van je moet nou kiezen voor echt de topsport, je moet er helemaal voor gaan of studie kon er niet meer bij, want ze wilde naar de HBOV gaan doen. Hoe oud was ze toen? Toen was het zo'n pakweg zo'n 20 jaar. Zij valt in 18 jaar. Op dat moment heeft ze dus echt de keuze gemaakt voor haar studie.
Dus toen is zeg maar afgestudeerd HBOV. En toen heeft ze, maar onderwijl speelde ze nog steeds hier in Nederland. Mag ik jou even onderbreken, Rob? Tutoyer is dat. Ja, dat is prima. Dan op een gegeven moment moet zo'n beslissing gemaakt worden. Ja. Hè? Gaan we studeren of gaan we sporten? Hadden jullie als ouders daar stiekem een voorkeur in? Of waren jullie daarin blanco? Van kind, wat je wil, maakt niet uit, we staan achter. Nou, onze voorkeur was toch studeren. Dat wel, want het is natuurlijk, volleybal is natuurlijk wel leuk, maar het is geen voetbal. Dus kijk, speel je bij Ajax, dan is het nog een ander verhaal. Maar, of noem maar op, maar dit is met volleybal niet aan de orde. Ze kunnen nu zeg maar goed geld verdienen, maar dat was toen niet zo. En toen was het echt het studeren. Dus zij heeft daar ook heel duidelijke keuze in gemaakt. En het aardige ervan is dat je al heel vroeg, zeg maar in die volleybalstroom, word je al heel snel, moet je duidelijke beslissingen voor jezelf nemen. Je moet heel veel kiezen. En dat, daar is het ook wel een type, het is echt een vrouwelijke Frans moet ik zeggen, maar ze weet ook precies wat ze wil. Ze is ook zeg maar in het Nederlands team nu, op dit moment samen met die Marit Grothuis, is zeg maar een van de, ja, ik noem het maar de bindende karakters binnen dat, eigenlijk is het zo dat al die meisjes waar ze nu mee, of die speelsters waar ze nu mee speelt, daar speelt ze eigenlijk al 10 jaar mee. Laat maar zeggen, toen bij ANVJ en op een gegeven ogenblik bij topvolleybal Amstelveen. En daar zijn ze toen eens een keer nog landskampioen geworden. En als je die foto ziet, dan zie je eigenlijk de foto van het team wat nu, zeg maar, voor de Europese kampioenschap speelt. Dus dat is natuurlijk toch heel aardig als je zo die carrière. En onderwijl heeft ze natuurlijk ook verschillende keren, speelt ze steeds in het buitenland. Ja, en dan speel je eigenlijk steeds in topteams, want je hebt een spelersmakelaar, dus die brengt je onder. En de ene keer, ze hebben in Duitsland gevolleybald, in Schwerin. Nou ja, daar is de Duits kampioen geworden, plus de beker. Ze is in Tsjechië, dus een Tsjechisch kampioen met een beker. En zo hobbelt het. Ze woont nu ook in Tsjechië? Ja, ze woont nu ook in Tsjechië. Ja. Ja, ik ben in Prostějov en daar heeft ze dus nu zeg maar, een contract gekregen. En dan wil ze eigenlijk, zeg maar, ze staan nu voor het grote doel, zeg maar de Olympische Spelen. Zeg maar, alle voorwaarden zijn er nu toch wel een beetje, vallen eigenlijk toch wel een beetje zeg maar, op zijn plek. En ja, goed, de ene keer staat ze er wel en de andere keer niet, maar dat wordt door het team zeg maar, wel heel goed opgenomen. Dus, ja, en het leuke ervan is dat op het moment dat je als. Ik zat met mijn vrouw in de auto en dan op een gegeven moment rijden we Schagen binnen en we horen een programma van Radio 1 en er zijn de voetbalanalytici zijn daar bezig en Nederland zelf al dit en Nederland zelf al dat en dan wordt er opeens gezegd ja, god, ze moeten toch eens een keer naar die volleybalsters gaan kijken hoe dat allemaal gaat. Hè? Dat is allemaal. Ik zeg nou tegen mij, daar zou toch zo nog zijn dat de volleybalsters nog het voorbeeld moeten zijn voor wat eigenlijk. Hoe vaak zien jullie Quinta nog? Nou, we skypen. Dat is het heerlijke van de techniek tegenwoordig. Ik bedoel, we hebben er vanmiddag nog even gesproken. Iedereen krijgt nog de hartelijke groeten. Want we hebben ook onze andere zoon heeft ook jaren in het buitenland. Dus dat contact is eigenlijk wel goed. En we gaan er zelf ook wel zeg maar regelmatig heen, hoor. Ik bedoel, dat kiezen we er zo'n beetje uit. Maar ja, mijn vrouw speelt hier nog toneel, dus ik. We moeten ook even op, anders wordt de regisseur kwaad. Dus we gaan nu in, pas in april daar naartoe. Ja. Maar ja, we gaan aankomende, januari zijn de kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen in Ankara. En daar gaan we sowieso heen. Dat gaan we dus. Mooie, spannende tijd komt er weer aan. Ongetwijfeld. Heel veel plezier. Ja, dank u wel. En dank dat je hier was. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Wij gaan naar Fleur.